Dag iedereen en welkom bij een nieuwe kooktutorial op Wat als deze. Vandaag gaan we keizersmarren maken, een heerlijk gerechtje hopelijk. De ingrediënten zijn zeer raar, ik laat ze hier even zien. We hebben al de eieren gescheiden. Hier is het ei wit met de suiker, met de helft van de suiker. En hier is het ei geel, daar gaat de andere helft van de suiker nog bij. Het eiwit gaan we samen met de suiker eerst stijf opkloppen. Daarna gaan we de suiker met het ei geel mengen. En dan laat ik natuurlijk de volgende stap zien. Als we straks gaan bakken, moeten er ook rozijnen in. Deze zijn nu al aan het weken. In het recept staat rum, maar mits we hier tegen alcohol zijn, omdat dat niet zo lekker is, heb ik het hier in water laten weken, de rozijnen. Ondertussen is het eiwit stijf geklopt samen met de suiker. En met de andere helft van de suiker ga ik nu samen kloppen met het ei geel. We gaan nu de bloem en de melk beetje bij beetje onder ons ei geel met suiker roeren. Of kloppen eigenlijk. En daarna gaan we met de garde alle klontertjes weten dat het een mooi egaal geheel is. De melk en de bloem hebben we onder het eiwit met de suiker geroerd. Het is nu een mooi homogeen mengsel. En tot slot moeten we nog ons eiwit hierbij doen, dat we een mooi luchtig deel, een luchtig geheel krijgen. Ik heb het eiwit er voorzichtig onder geroerd en nu hebben we een heel mooi luchtig deeg. De rozijnen zijn ook afgegoten, dus die kunnen zelfs bij het bakken op de laag deeg. En dan rest nog zelfs à la minuut na het hoofdgerecht gaan we ons deeg in de pan doen en gaan we bakken. Zo, het hoofdgerecht is achter de rug en nu gaan we beginnen met het maken van het dessert. De boter is aan het smelten in de pan. Daarna gaan we er een dikke laag deeg in de pan doen en daar op het deeg gaan we de rozijnen toevoegen. Op een zacht vuur laten bakken en na een vijftal minuten omdraaien. Een dikke laag deeg is in de pan gegaan en ik heb ook de geweekte rozijnen erover gestrooid waar er iets te veel is. Ik heb er een beetje aan de kant gehouden. Nu moet ik het een vijftal minuten laten bakken op een zacht vuurtje en daarna moeten we proberen het deeg met de rozijnen om te draaien. Het deeg is omgedraaid. We hebben iets te lang gewacht met het deeg om te draaien, want het ziet er al goed zwart. Op beeld ziet het er natuurlijk veel erger uit dan in het deeg. In het deeg valt het super mee. Nog even laten bakken op een zakvuurtje en dan in stukken snijden en afwerken met bloemsuiker, poedersuiker. Het eindresultaat, nog in stukken versneden en dan nog lichtjes aangebakken met een klein beetje boter. Hier en daar leuk, lekkere zwart geblakerde stukken, maar voor de rest zeer goed gelukt. Smakelijk!